Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. En vandaag, ja. Wat heb ik allemaal te vertellen? Niet nog veel. Ja, jawel, wel veel. Maar ook niet. Ik heb wel wat te vertellen. Kijk, in ieder geval dat. Misschien kennen jullie dit. Eerst snoepjes. Echt lekker. Die heb ik gekregen van mijn buurvrouw. Die hier twee huizen verderop van. Omdat die naar de zwarte markt is geweest, omdat ze echt geen blanke markt hebben. Haha, meer racistisch. Maar die is naar de zwarte markt toe geweest. En toen moest hij de honden aanlaten. Alleen, die heeft al van zichzelf twee honden. Maar omdat haar dochter weg is, heeft ze er drie. Ja, en drie honden in je eentje als iemand die maar één hond heeft uitlaten, is nogal vrij moeilijk. En dan moet je ook nog je eigen hond meenemen ook. Dus dan heb je er vier. Dit was best wel moeilijk, dus toen moest ik en mijn broertje moesten mee om met de honden uitlaten. En ze zijn echt lekker, sorry. En toen moest ik en mijn broertje mee om met de honden uitlaten. En toen kregen we als beloning, kregen we dit. Ik kreeg deze. Die zijn echt lekker. Dan ga ik nu even laten zien wat mijn broertje krijgt. Zit je maar daar weer liggen. Lieve. En mijn broertje. Jelly beans. Echt een hele bak vol. Maar dat zijn niet diegenen die uit van die winkels hier uit Nederland of ja, uit Nederland kan halen. In ieder geval, ja, degene bij de A, L, T, al vullen verder maar in. Nee, deze die zijn echt uit Amerika, dit zijn de originele. Weet je hoe fucking lekker dit is? Verder, ja, er is heel wat gebeurd. Want, ik ben bevallen. Dat kunnen we misschien wel een beetje zien. Nee. Haha, dit is special. Nee. Ja, verder, weet niet. Ik heb een bankbed. Dat had ik ook bij mijn vader. Want ik ging meestal om de week of zo ging naar mijn vader toe. En ja, ik ben een gamer. Ik ben iemand die, als ik zou willen, echt gewoon 24/7 zou gaan gamen. Maar vooral omdat ik daar al eerst ging wonen, maar dat het niet doorging. Ook een beetje mijn eigen keuze. Maar ja, toen hadden ze twee matrassen. Waar eerst mijn zus op. Auw, godverdomme. Zo'n ding, wat zit je nou in de weg? Waar is mijn zus op sliep, maar die was na een tijd was die uit huis gegaan. Dus, dan heb je een bed voor mij. Nou, dus ik ben een gamer. Eerst hadden we een. Oké, ik ga nu even een beetje laten zien hoe de kamer er zat. Nee, die staan niet daar ook. Nee, die staat dan hier ongeveer dan maar. Dan had je daar echt de woonkamer, daar de douche en die andere dingen. En een bad. Bad. Dan kwam je zo binnen. Nou, allemaal cd's, weet ik veel wat. En kasten. Ja, natuurlijk heb je ook kasten. Dus, als je daar het bed, want dan is daar, dat is de muur ongeveer. Tot ongeveer dit. Dat is ongeveer de muur. Dan moet je wel goed slaan. Dan als je daar ongeveer het bed, had je daar een kast boven al die, boven. Nee, onder al die cd's. Daar ook. Onder al die cd's. Dan had je dan een kast met de Xbox en een tv'tje erboven. En dat waren altijd mijn standaard dingen. En toen kwam mijn vader een keer. Was het mijn vader? Ja. Toen kwam ik hier op het echt het hele goede, slimme idee. Waar ik hem echt nog steeds voor dank, omdat het echt zo'n super idee was. En best wel slim ook nog. Om, net zoals wat ik nu heb, maar ik had niet zo'n bed. Nee, ik had gewoon twee matrassen op elkaar, op de grond. Dat lag best wel lekker. Maar, toen had hij één matras. Zo, sorry. Had hij zo geklapt. Nog een keer.
Zodat hij eigenlijk net zoals nu staat, maar dan aan die kant. Dus hij klapte zo. En dan kon ik gewoon lekker gaan zitten en lekker tegen de muur. Dan hoef ik ook geen kussens in mijn rug. Want hun hebben daar van die muren en daar zitten allemaal van die, ja, zo gezegd steentjes of zo, weet ik veel wat erin zit. Dus als je daar bijvoorbeeld even lekker, het is wel handig als je jeuk hebt bij je rug. Ja. Maar na een tijdje begint, is het niet lekker zitten. En weet je hoe ik altijd zit? Dan is het altijd zo'n beetje onderuit en dan lig ik altijd een beetje. Dus ja, dan is het niet zo lekker om te liggen. Dus toen had hij het zo gedaan. Ja, ik heb hem nu weer. Want dit was het matras van een van de jongens die bleef slapen. Toen we naar het LMC gingen. En mijn broer is bijna jarig. Maar ik weet nog niet wat ik hem ga geven. Ik denk dat ik samen met mijn moeder natuurlijk, want ik heb weinig geld, want ik geef hem meestal zelf uit. En nu weet je, mijn broertje, kijk als je hier al kijkt, helemaal gek van auto's. Die, ja, oké. Okay. Daarover zie je hier een auto van Lego. Nou, nog meer auto's en Lego en weet ik veel wat en nog een auto. Ik denk dat ik hem gewoon Lego ga geven of gewoon autootjes. Want even een tijdje geleden heeft hij ook een website gevonden waarbij je heel goedkoop spullen voor Lego kunt halen. Bijvoorbeeld Lego poppetjes, die hebben natuurlijk ook van die etenswaarden. Bijvoorbeeld pizza, stokbrood, voor een kok, weet ik veel wat. En, auw, godverdomme! Kudde, het haartje. Dus ik denk dat ik daar wat van ga bestellen. Als het gaat lukken. Dus ik ga even wat dingen wat hij zelf wil, ga ik even voor kopen. Dus, om in ieder geval proberen te kopen, en anders ga ik gewoon naar de winkel kopen daar. Ja, kickboksen. Gaat goed. Sorry. Haarbal. Oh, wow, niet zo glas. Verder, mijn kickboksen gaat goed. Het gaat redelijk. Ah, redelijk gaat gewoon goed. Het is zo dat ik over... helikopter beter ga je stil zijn. Maar het is zo dat ik heel misschien, ik zeg niet dat het waar is, maar het is wel, laat me even verder praten. Ik zeg niet dat het gaat gebeuren, zo gezegd dan maar. Of dat het, ja, of, ja in ieder geval, of het gaat gebeuren. Dat weet ik niet zeker, ik loop helemaal even rondjes, boeien. Of zo is dat ik wedstrijden mag vechten. Dan zou ik wel gaaf lijken, een paar keer wedstrijden vechten en zo. Maar mijn grappen. Dus ja. Nou, ik zie het allemaal wel. Ik moet natuurlijk altijd nog even de techniek verbeteren en zo. Dus ja. Verder. Oh, kijk hem. Ik zie hem liggen. Zo schattig. Lig je lekker, man. Ja, slaap lekker. Ja, ik weet niet. Het gaat goed met mij. Ik had gisteravond, het was... Oeh, dat is mat. Grappige. Ik had gisteravond, de nacht op 7 september tot 8 september, had ik een beetje ademingsproblemen. Ja, zo gezegd maar, ik dacht iedere keer dat ik dood ging. Want ik sliep heel erg raar, want iedere keer als ik mijn ogen dicht deed en ik wou gaan slapen. Ik voelde me opeens vet licht en ik werd gelijk wakker van, oh, wat is er aan de hand? En ik adem echt zo. Nou, voor mij had ik het gewoon benauwd ofzo, weet niet wat er allemaal was. En het eerste wat ik vanmorgen deed toen ik wakker werd, was gelijk, of zei in ieder geval, was, hé, ik leef nog. Echt
zo droog en echt zo dom. Hou je weg. Onder mijn speaker. Nou, verder. Ja. Niet echt veel te vertellen. Net, ik ga deze vlog dan afsluiten. Ik zie jullie volgende keer bij een nieuwe vlog. En raad het. Abonneer mijn kanaal. Hou je mond. Dankjewel. Abonneer mijn kanaal. Doe een blauw duimpje omhoog als deze vlog leuk vindt. En dan zie ik je volgende keer bij een nieuwe vlog. Peace. Oh. En waarom ik geen shirt aan heb, ik was gewoon te lui. Want daaro, precies daaro. Dat zwarte ding. Dat is een shirt en ik ben gewoon te lui. Houd je bek. Dankjewel. Dus ik zie je volgende keer. Later. Ik ga nog één snoepje jatten, want ik heb echt honger. Nada.